net plat geknuppeld door Puk. Maar we gaan even thee maken. Ik heb venkelthee vandaag. En ik ben aan het kijken naar iemand. Iemand vroeg, wat is nou dat blauwe dingetje aan je kraan? Nou, let op. Kijk, als je de kraan aanzet en je knijpt erin, dan kun je. Ik ben al helemaal kant-en-klaar aangekleed, ben al weg geweest, ben even naar de huisarts geweest, bloed laten prikken ook. Er zit iets niet goed, vind ik. Zij denkt dat ook. Dus dan gaan we even het bloedonderzoek afwachten. Daar hoop ik vandaag iets van te horen en anders duurt het tot met volgende week, maandag. Ze zegt meestal toch wel 5 werkdagen. Ze gaan het maar even zien. Ik ga ondertussen even wat kerstvideo's klaarzetten. Is dat klaar? Ik moet over een uurtje naar school. Wat eerder vandaag. Ik heb een afspraak. Sarah, zie jullie later. Nou, de eerste 4 extra video's staan erop. Maar ik had me een dag verteld. Het is niet de 12e dat het begint, maar de 13e. Anders dan. Ik kom hier niet op. 12 dagen voor kerst uit. Maar ja, dan begin je te vroeg. Ik ga eens eventjes een shake maken, want ik had nog niet ontbeten. Ik wist niet of ik nuchter moest bloed prikken of niet. Ik denk, laat ik dat maar even doen. Als ik dan niks gegeten heb, ben ik in elk geval nuchter. Dat mag ook. En dat was achteraf goed. We gaan even de shake maken. Hond eten geven. En dan gaan we naar school zometeen. Dus een heel kort stukje van de ochtend. Normaal gesproken doe ik altijd best wel veel filmen 's morgens. Maar ik moet echt over een half uur al weg. Dus ja, ik heb gewoon een afspraak eerder. Doe ik eigenlijk in principe nooit. Dat is gewoon tegen mijn principes in. Want het is een vrije ochtend. Tenminste, een vrij dagdeel. Heb ik nog niet één. Allemaal in de vaatwas zitten. Allemaal in de vaatwas. En dan nog een bolletje. Shake maken. Nou, die hebben jullie al vaak kunnen zien. Ik ga even schudden. Iemand vroeg, wat is nou dat blauwe dingetje aan je kraan? Nou, let op. Kijk, als je de kraan aanzet en je knijpt erin, dan kun je water drinken zonder dat je aan de kraan zit. Er komt dus een extra stroompje water uit. En aangezien er hier graag uit de kraan gedronken wordt door mensen, leek me dit wel een meest hygiënische oplossing in plaats van onder de kraan hangen gezien COVID. Toch? Dus vandaar dat dit eronder hangt. Ooit is gekregen van, ik denk een oom en tante, want die hebben allemaal van dit soort leuke gadgets. Dus ik gok dat het daar wegkomt. Oeh, je hebt goed gegeten al. Was dit lekker? Ja? Kwam ik alleen te vroeg beneden? Ik denk het. Maar goed, ik ga zo toch weg, dus dan kun je verder eten. Zo, op naar het werk. Ik twijfel erover of ik mijn vest mee zal nemen, maar dat ga ik maar niet doen. Ik ga eventjes mijn tanden poetsen en dan ga ik heel gauw op pad. Ik zie jullie vanavond weer laat, want we hebben tot laat les. Dus een uurtje of 5, denk ik. Dus even van tevoren bedenken wat we gaan eten. Ik heb nog een koolraap liggen, daar heb ik veel zin in. Ik denk dat dat ook wordt. Ja. En morgen een hele drukke videodag. Dingen opnemen, dingen editen. Ja, maar wel zin in. Ik vind dat een heerlijk werk. Tot straks. Doei. Hallo. Oh ja, ik ging mijn tandenborstel op de oplader zetten. Dan helpt het waarschijnlijk als je dat ook daadwerkelijk doet. Dat heb ik dus nu gedaan. Glaasje cola. Ik ga heel even tijd voor mezelf nemen. Het is 4:30. Ik ben lekker op tijd thuis. Ik heb nu ook lekker even een dagje vrij. Ben ik ook wel aan toe. Ik ben moe. Ja, dat is een beetje de tendens op dit moment, geloof ik, bij heel veel mensen. Dat is ook wat de huisarts vanmorgen tegen me zei. Goed, nog geen uitslagen bekend. Ik hou jullie wel even op de hoogte. Ik ga in elk geval lekker zitten, even lekker niks doen. En zo. Ik ga een rondje lopen, een boekje aan, een lekker uurtje lopen. Hier achter me zit iemand, die heeft net eten gekregen. Oh, ze is zelfs al aan het eten. Het duurde even weer, want ik moest even goed aanmoedigen. Maar ze is nu aan het eten, dat is prima. Ik ga lekker een rondje lopen, zie jullie later weer. Wat heb ik op de planning voor vanavond nog? Eigenlijk niet zo heel veel, denk ik. Nog even bezig met wat video's, maar dat moet ook morgen vooral. Moet ik morgen nog 1 video opnemen en dan van het weekend nog 1. Want dan zijn de 12 Days of Christmas gewoon helemaal rond.
goede planning geweest dit jaar. Daar ben ik blij mee. Niet geen rare dingen tussendoor gehad. Dus dat is super fijn. Nou, ik ga de hond in stilte laten eten en ga zelf een rondje lopen. Tot later. Net plat geknuffeld door Puk. Maar we gaan even thee maken. Ik heb venkelthee vandaag. En ik ben aan het kijken naar iemand die hele lekkere dingen zit te eten. En ik ben er niet. Ja. Ja. Laat ik over. Hoe krijg je dat? Oh, je had hem laten vallen. Nou, inmiddels zit ik voor tv. Zo even met de hond lopen. Die kijkt elke keer als ik opsta. Verlangend aan of ik alsjeblieft wil opstaan. Maar ik was nog even mijn thee aan het opdrinken. Ondertussen was ik bezig om een... PlayStation 2 game weer aan de praat te krijgen door hem met scratch remover weer een beetje op te poetsen, maar dat werkt dus niet goed. Als jullie nog tips hebben, hoor ik het graag. Tandpasta werkt ook niet. Ik heb ook al geprobeerd. Ik weet het niet meer. Ik ga even mijn handje walnootjes opeten en dan ga ik lekker de hond uitlaten. Ik sta op. Dan gaat zijn hoofd omhoog, want ze hoopt dat we gaan wandelen. Maar nu gaan we. Ga je mee, Puk? Gaan we plassen? Ik moet eens mijn jas pakken, anders doet ze dat niet. Dus ik ga even een jas opzoeken. En ik ben zo terug. Nou, het behaagt mevrouw om overeind te komen. Kom! Dat dus. We hebben er zover. Het zal niet zoveel zin, denk ik. Ik snap ook wel waarom. Het is koud. Ja, echt waar. Het is echt koud. Mijn kerstlichtjes staan op een of ander standje dat ze elke keer op een andere manier knipperen, blijkbaar. Maar we gaan even een rondje lopen. Met de deur open is een stuk makkelijker. Oh, de accu is leeg. Dus ik zie jullie straks onderweg nog misschien wel heel even. Want anders is de accu gewoon op. Is het bij jullie ook zo de hele dag mistig geweest? Het is nu ook weer mistig. Je kunt het wel zien achter me aan de lampen. Het lijkt nu wel iets helderder dan overdag. Maar het was echt een mistige, vochtige dag. En zo, 8:15. Gnorf heeft gewandeld. Ze is vreselijk aan het gnorven op het moment. Echt, ik weet niet waarom. Maar goed, ze is lekker uit geweest. Ik ga nog eventjes lekker tv hier kijken. Ik heb geen zin om te diamond painten vandaag. Doe ik morgen wel weer. Maar nu ga ik in elk geval even lekker gewoon zitten. En even lekker gewoon een dingetje doen. Ik heb jullie helemaal vergeten om mijn zak te halen. Het is koud buiten, jongens. Echt heel koud. Maar het schijnt van het weekend alweer 10 graden te worden. Hoezo, winter? Jammer, helaas. Ik ga een hondje blij maken. We gaan namelijk naar BED. Als ik dat nu heel hard zeg, dan staat ze al bij de deur. Maar ik moet eerst jullie nog even een nieuw accu geven en hier het licht nog even aandoen en zo. Maar jullie accu is een beetje leeg, dus nieuwe ligt klaar. Momentje. Zo hoort het piepje van de camera. Wat is er? Waar wil je heen? Wat wil je dan? Wil je naar bed? Ja? Nou, zullen we maar naar bed gaan dan? Ja, wil je naar bed? Kom maar dan. Oh, ga je er zelfs van gnorven? Nou, ga jij maar lekker naar je bed. Wel trusten. Kom maar zo aan. Dan doe ik nog even. Hey Google Nox. Hey Google. Nox. En hey Google, zet de kerstboom uit. Oké, ik doe kerstboom uit. Ik doe dat. Hey Google, zet de kerstboom uit. En ik hoop maar dat er niemand van jullie de kerstboom op de Google heeft zitten. Want anders ging jouw kerstboom aan en uit.
Ik ga eventjes de... Oh, het is hier koud. Ik heb het raam niet dicht gedaan vanmiddag. Dat is stom. Nou, dat wordt een dikke pyjama aan. Jij moet nog even in je mandje, hè? Ja. Even kijken zo. Ga maar even aan de kant. Kijk zo, even wachten. Wachten. Ik weet dat je erin wilt, maar je moet even weer netjes. Wachten. Je mag zo. Goed zo. Nee, wachten. Wachten. Goed zo. Nou mag je. Keurig. Oh ja, nog even op je buik aaien. Goed zo hoor. Slaap lekker. Ja, slaap lekker, schat. Mevrouw ligt hoor. Ja, hè? Lig je lekker? Ja? Nou, slaap lekker, meisje. Tot morgen. Slaap lekker. Ja, ik vind je ook lief. Oh, ga je even zwaaien. Nou, dat is lief. Welterusten. Ja, vrijdagavond. Ik heb lekker gedoucht. Ik ga zo Among Us spelen. Met Sarah en Bianca en Signor Emily en Marijn ook nog even meedoen. Maar ik ben nog even een video aan het editen. En ik kom erachter dat ik deze video helemaal niet heb afgesloten. Dus ik ga je nu vertellen dat er dus zometeen de adventkalender komt. En dat is dag 16. En dat er dus morgen weer een nieuwe video is. Ik dank je wel voor het kijken naar deze. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Abonneren, dat kan hier beneden. En dan zie ik je graag terug morgen. Hele fijne dag als je deze video's morgens kijkt. En kijk jij nou 's avonds? Slaap lekker. Heb mooie dromen. Tot morgen. Fijne dag. Doei doei. En dan nu de adventkalender. Ga ik een hele grote aan je geven. Hier is een gekke zak. Oh. Ik ben benieuwd of je kunt raden wat erin zit. Ik weet het niet hoor. De hond die denkt, dan krijg ik nog meer spullen op me af. Dit zijn maar papiertjes. Dit weet ik ook niet. Nee, ik ook niet. In mijn zakje, denk ik. Ja, dat is, lijkt me wel duidelijk. Ja, het is iets in een zakje. Ja. Laffy Taffy. Hè? Het is iets met, hoe heet die beesten ook weer? Oh, van die trollen. Ze zijn wel schattig. Ja, ze zijn zeker leuk. Het is... Oh, je krijgt een grapje op elk wikkeltje. Oh, dan moeten we... Ik ga niet allemaal apart uitpakken. Nee.